Gordon Tony Chow is vanaf afgelopen donderdag de nieuwe voorzitter van de NPS Jongerenraad. De 27-jarige Tony Chow is door het hoofdbestuur van de Nationale Partij Suriname aangewezen om de komende 3 jaar leiding te geven aan de jongere tak van de Groene Partij. Als zwemmer heb ik nooit ontkend politieke aspiraties te hebben, zegt Tony Chow aan Radio 10. In het verleden was zijn zwemcarrière prioriteit. Met zijn collega-bestuursleden wil Gordon nu een mindshift in de sport op nationaal niveau tot stand brengen. Voor de ex-Olympiër betekent de stap in de politiek een weloverwogen keus. Als sporter heb ik altijd mijn land vertegenwoordigd in het buitenland. Weet je, ik heb de vlag gedragen bij zwemkampioenschappen. En ja, ook 2 keer naar Olympische Spelen geweest. Dus ik heb Suriname op het hoogste podium kunnen vertegenwoordigen. En dat gedaan te hebben, creëer je echt een band met het land. Want als je naar internationale toernooien gaat, dan vraag mij je informatie over je land. Hoe zit het daar? Hoe is het daar? Waar ligt je land? Weet je, dan vertegenwoordig je land altijd. Ook wat sport betreft, speelt die politiek ook een rol gespeeld in het verleden. Dat bewust te zijn, heb ik altijd gezegd van, weet je wat, ik wil een ambassadeur blijven voor mijn land. Weet je, ik wil altijd een bijdrage blijven leveren. Ook als een voorbeeldfiguur naar jongeren toe wil ik een bijdrage blijven leveren. Maar ik wil ook verandering brengen. Wat het een en ander betreft qua sport op nationaal niveau. Want ja, je kan zeggen, sporters bemoeien het minst met politiek. Maar politiek bemoeit ook met sporters. Weet je, we hebben een goede begeleiding nodig vanuit de regering om ons doelen te bereiken. Dus ook vandaar dat ik ook tijdens mijn sportcarrière altijd politiek bewust was van, hey, weet je wat, dit kan de regering voor ons doen, zodat Suriname aan internationale toernooien beter presteert. Heb je altijd in je achterzak gelopen met politieke aspiraties? Want voor mij duik je plotseling op binnen de politiek en liefst de Nationale Partij Suriname. Ja, dus ik heb altijd breed gedacht wat in het land gebeurt. Hoe je in het buitenland zit als sporter, weet je, en je praat over je landen en je vergelijkt, je hoort met van andere landen hoe het daar zo zit. Weet je, je kijkt op tv en je ziet die dingen verschillen en dan wil je altijd een bijdrage leveren. Ik ben een beetje prestatief ingesteld, ik wil altijd beter doen. Als die aspiraties er altijd waren, ja, maar ik had toen prioriteit in mijn leven en toen wou ik gewoon focussen op mijn sport. Waarom gekozen voor de Groene Partij? De geschiedenis van de Groene Partij. Heel simpel, het is, NPS heeft een heel grote bijdrage in het verleden geleverd aan Suriname. Wij willen dat continueren en daarom wil ik ook een bijdrage leveren. Er is wat werk aan de winkel. Waartoe heb je je gecommitteerd? Waarmee ga je dus voor de komende periode bezighouden? Ik ga me bezighouden met de jongeren in het bijzonder. Er wordt vaak gezegd dat de NPS geen jongeren heeft of dat de NPS de jongeren het niet gunt. Dat kunnen we natuurlijk tegenspreken, maar we moeten ons ook bewijzen. En ik heb besloten, samen met de groep jongeren in de jongerenraad van NPS, daaraan te werken en invulling te geven om op die manier een bijdrage te geven aan de partij en zo op te komen voor alle jongeren van Suriname. Wat wil u concreet gaan doen voor de doelgroep hier binnen de organisatie? Opkomen voor de jongeren. De huidige situatie waarin ze leven, werkomstandigheden, studieomstandigheden willen we natuurlijk de regering kritisch volgen en daar ook onze mening geven, zodat we vanuit de jongerenraad ook onze mening geven en ze zien dat we daar voor de jongeren zijn. Gordon Tony Chow, vanaf donderdag de nieuwe voorzitter van de NPS Jongerenraad. De aanwijzing komt na overleg met alle jongeren binnen de partij, zegt voorzitter Gregory Rusland. De Jongerenraad bestaat uit 15 leden. Rusland zegt dat Tony Chow in de afgelopen periode erg verdienstelijk is geweest voor de partij. Wij hopen natuurlijk dat de Jongerenraad invulling kan gaan geven aan de verwachtingen die wij als partij van hun hebben om bijdrage te leveren aan de partij. Natuurlijk in goed overleg met de verschillende structuren. We hebben als hoofdbestuur van de partij enige tijd hier tegenaan gekeken en hebben vanavond het goed moment gehad, het feestelijk moment waarbij we de jongeren die zware taak hebben kunnen geven die op hun rust. NPS-voorzitter Gregory Rusland over de aanstelling van Gordon Tony Chow als voorzitter van de NPS Jongerenraad.